allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou, ik ben hier op de parkeerplaats waar de oude sporthal de Oet heb gestaan in Spijkenisse. En we gaan eens even kijken op de kermis. Kermis in Spijkenisse. Meestal is het niet zo'n bijzondere kermis. Ik ben niet zo altijd zo weg van de kermis in Spijkenisse, omdat het nogal klein is. Het is niet echt mijn kermis. Maar goed, we gaan eens even kijken wat het allemaal wordt, jongens. We gaan eens even zien wat het allemaal gaat wezen. En ik ben nu aan het wachten op Kevin. Oh, die is weer laat. Ik moet weer wachten op die vent. Het duurt ook een half uur altijd met die gozer. Ja, binnen een half uurtje ben ik er, hoor. Of over een half uurtje ben ik er, ja. Nou, ik heb er al ruim een half uur over gedaan. En hij is er nog niet. Dus, maar ik heb in ieder geval een plekje gevonden. Nou, ik moet de auto even verder opzetten. Het centrum is overal betaald parkeren, je weet het. Geweldig hier in Spijkenisse altijd. Zo fantastisch altijd hier in Spijkenisse. Fantastische parkeerplaatsen. Daarom gaan mensen ook vaak boodschappen doen in het naburige Hoogvliet. Omdat het hier in Spijkenisse gewoon waardeloos is. Maar hier is het gratis parkeren. Hier heb vroeger de oude sporthal gestaan. En we gaan even wachten op monsieur Kevin. Ramon, die is er niet. Die is aan de scheiterij. Dus die komt niet. Die hebben al afgebeld. En ja, we gaan wel zien wat het vandaag wordt. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En het belooft weer een leuke middag te worden. Dus ja, het is even afwachten. We gaan eventjes wachten tot monsieur Kevin er is. En dan gaan we het allemaal wel zien. Dan gaan we het allemaal wel meemaken. Oh, wat doet die gozer er lang over? Oh, nou, tot zo. Zo, nou, hij is erbij hoor, Kevinski. Hij is erbij hoor. Kijk, en nou. We zijn vandaag met z'n tweeën. Om even te gaan beginnen. Ja, Ramon is aan het scheiterij, dus die komt niet. Plus dat zijn stem naar de kloot is, ja. Moet je weten wat ik allemaal naar de kloot geholpen heb. Gaat je de zijpier zo? Even lekker vlugeltje erbij. Lekker man. Hier, wil je een vlugel? Nee, dank je. Moet hij weer een vlugel? Nee. Ik denk, nou, neem ik twee vlugeltjes mee. Eén voor Kevin en één voor mij. Maar ja, hij zuipt niet, hè. Nee, op één beker moest allebei. Ja, ik ga ze allebei achter elkaar zuipen. Op één beker niet lopen, hè. Nou, ik had net ook alweer gelijk ook alweer ruzie met de plaatselijke tokkie-familie. Tjonge jongen, wat een kansloze figuren. Die heb ik gelijk eens even helemaal verrot gescholden. Ik ging helemaal aan mijn dak. Ik ging helemaal los daar zo. En nou, we lopen in ieder geval tussen duizend door. We zijn nu in het centrum. En hoe moet ik eigenlijk met een flesje? Ja, een prullenbak gooien. Oh, ja, waar? Ik zie godverdomme nergens een prullenbak. Ja, ja. Oh, ik wil naar huis. Ik heb nou al geen zin meer. Oh, Ria. Oh, Ria. Dus nee, we zijn in de Vermaatstraat, lekker belangrijk. Hoppatee, nou, hij zegt hoppatee, zegt hij, hoppatee. Ga gewoon weg met een flesje. Moet je nou met een flesje de hele tijd, man? Nou, dan geuk toch weg. Zo, nou, We zijn er bijna in ieder geval. Het gaat er helemaal nergens over, deze vlog. Het is niet het grootste van Spijkenisse. Nee, het is een klein kutkermis hier altijd. Het is niet wat het geweest is. Spijkenisse is helemaal niks. Het is al helemaal niks met Spijkenisse, maar ook de kermis is helemaal niks. Vroeger wel, op de oude locatie, bij het, ja, waar vroeger, waar de vroeger de Cargo de stond. Gestaan. Oh ja, dat ook. Of Cargo. Dat lukt het gezellig. In de Cargo-periode, toen die discotheek daar nog stond op de... Ja, het was best wel gezellig. Toen was het ook wel gezellig. Ja. Maar ja, het is een beetje aan het afnemen, hè. We gaan in ieder geval even kijken wat er allemaal staat. De laatste jaar is er niet veel meer met de kermis hier. Ik denk dat het nog minder is als de paardenmarkt pas geleden. Ja, klopt. Ik denk dat het nog minder is als de paardenmarkt. Het zijn meer kinderattracties. Ja. En van die trektouwtjes. En die trektouwtjes. En van die geiten, hebben ze niet de testtrek, hè? Nee. Dus ik kan niet zeggen dadelijk van ik ben in de testtrekker geweest. Daarvoor moeten we naar Tilburg gaan. Oh, dan moet je naar Tilburg gaan. Ja, ook niet altijd. Nee. Er is die ook niet altijd. Eén keer in de twee jaar of zo, één keer in de drie jaar. Geen idee, ik ben dan nog nooit geweest in Tilburg. Ik ook nooit, ik ben ook nooit geweest. Maar binnenkort is het toch?
Zou je niet weten? Voor mij is binnenkort de Tilburgse kermis. Nou, maar die zijn gewoon liggen bij je opgenomen. Nou, gaan we even vloggen. Ga ik hem even uitzetten, nee. Ja? Nee. Hij wil niet vloggen. Ik ga op zoek wanneer de Tilburgse kermis is. De Tilburgse kermis? Ik weet niet wanneer de Tilburgse kermis is. Ik zou het echt niet weten. Weet jij het? Ik weet het niet. Nou, we gaan vanzelf wel zien wanneer de Tilburgse kermis is. Gaan we erheen? Ja, tuurlijk. Hoop ik niet dat Ramon weer de scheiterij heeft of dat ze stem heeft of dat zijn oor uitgevallen is of weet ik veel allemaal. Dat hoop ik niet. Want Ramon gaat gewoon mee. We moeten even kijken. Volgens mij is dat binnenkort al hoor. Je bent aan het zoeken. Tilburgse kermis. Meestal in de zomerperiode. Nou. We zijn hier in dat geweldige Spijkenis. Ik ben er al. Nou, dit is het. Echt ontzettend veel is het hier ook. Superveel. Kijk eens, wat een hoop attracties. Het staat helemaal vol. Beetje compact allemaal. Dat is leuk als er wel. We gaan er wel even doorheen racen en kijken wat het is. Ja, toch? Vanaf 20 juni. Nou, zie je, ik zei het toch, het is niet ver weg meer. Nee. Dus dan gaan we binnenkort kan je dus de Tilburgse kermis verwachten. Dat is ook wel eens een keer leuk. Ja, tuurlijk. Nou, kijk eens even, dit is het allemaal, jongens. Nou, niks. Wow, echt ontzettend veel, jongen. Wow. Jezus, wat veel. Gamezone. Een of ander vliegend apparaat. Ja, dit is wel geinig. Ja, dit is wel grappig, hè. Zal ik wel aardig wat klauwen voor mijn geld kosten. Nou, 10 euro. 4 euro. 4 euro. Op je mel, gauw. Dat is maar 5 euro. Heb je dat? Ja, je moet wel even een seintje geven als je wat wil gaan zeggen, want dan kan ik de camera draaien, ja. Namelijk, ja. Oh, nou weet je het niet meer. Nou, hij weet het niet meer. Nou, als je het niet meer weet, dan zoek het maar lekker uit. Ja, dat vind ik ook. Zoek het maar op. Zoek het maar uit. Nou, we gaan eens even kijken. Wow, wat is die kermis groot hier, ho. Oh. Wow, what the fuck. What the fuck, jongen. Dit is echt groot hier, ho. Oh. Wow. Zo, hou gewoon je bek. Ik zag dat jou op de gezukken staat, hè, zoals er heet vliegt. Hè, wie staat er? Jumbo. Oh, die Jumbo's. Nou, daar gaan we gelijk in dadelijk. Wil ik even gelijk in dadelijk. Lijkt me wel leuk. Oh, die Jumbo's, ja, die stond ook in dinges. In een van die stond hij ook, ja, dat klopt zo. Oh. Die is gewoon een paar dagen blijven maffie hier, ho. Die is gewoon een paar dagen blijven maffie hier, ho. Ik denk nou, hoppakee, over een paar dagen zet ik het gelijk weer hier neer. Hoppa. Wat is dat nou weer, de Rio Carnavallo? Ja, dat is ook een funhouse. Oh, geweldig. Dat is ook met 10, 20 euro, 30 euro. 30 euro. Nou, hier hebben jumbootjes, geweldig. Oh, wat leuk. De Rio Carnavallo, wat ik voel, het heet. Hoe heet dat? Rio Carnaval. Funhouse. Ja, dat is geweest. Ja, alleen deze is wel minder. Dat is drie verdiepingen in deze, toch? Ja, maar deze is maar twee. Ja. Deze is echt een stuk kleiner. Ja, klopt. Dat vind ik leuk. Dat denk ik ook wel, ja. Nou, we gaan daar wel even kijken hoe, hoe het kost. Ja. Wat het allemaal is. Weet jij wat het is? Nee, ik weet het niet. Kijk, we gaan het vanzelf wel zien. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. We gaan het vanzelf wel zien. Ja, tuurlijk. Ik vertel het wel. Ja. Waarom ben ik nou als enige aan het vloggen hier, ho? Ja, dat weet ik ook niet. Durf je niet. Het is een thuiswedstrijd. Een thuiswedstrijd? Ja, je hebt wel een thuiswedstrijd. Kijk, een keer een thuiswedstrijd. Normaal moet je al drie kwartier uur rijden of zo. Ja. Twee uur rijden, ja. Tweeënhalf uur rijden. Maar dat is leuk, hè? En nou is het gewoon lekker dicht bij huis. Maar god. Oh, dat is leuk. Man. Ik vind het ook helemaal geweldig, man. Alles is wel leuk, dat is wel. Ja?
Nou, ik ga hem even neerleggen, want meneer moet vloggen. Dus ik ga hem even neerleggen. Ja, oké, okay, heb je dat? Ja, oké. Okay. Nou, dag. Dat was, hoe heet dat ding? Vliegende, weet ik veel wat hoe dat ding heet. Kan mij het allemaal verrotten. Nou, hier hebben we nog de street dance. Beetje hetzelfde als de attractie uit Slagharen. Ik ben even de naam kwijt, maar... Zijn van die draaibakjes zijn het. Is wel gezellig. Oh ja, de El Dorito. De El Dorito lijkt die een klein beetje op. Alleen ja, de kermis is minder getiend. Dat wel. Maar dat zijn die draaibakjes, jongens. Nou, we hebben daar een heleboel automaten. Heel veel voor de kinderen, heel veel. Dus ja, het is wel hartstikke leuk. Ik weet alleen even niet waar Kevin neergebleven is. Kevin die denkt zo, ik ben eigenlijk van die Marco verlost. Dan ga ik maar eens eventjes, weet ik voor wat. Dan ga ik maar even alleen even op onderzoek uit, want hij zit elke keer door mijn vlog heen te lullen. Nou, waar is die godverdorie nou weer? Is die blinde weer de andere kant op gelopen? Godverdomme, ik ben helemaal moe van die gozer, echt waar jongen. Ik ben helemaal moe van die gozer. Ik weet niet meer waar die is. Waar is die gozer nou jongen? Waar zit die erop lopen? Nou ja, gelukkig is het een kleine kermis. Dus... Je zal zo meteen tegemoet moeten komen. Waar is die ergens, joh? 3 euro. Eens even kijken, waar is die gozer nou ergens? Nou, een vet met een camera moet je toch wel makkelijk kunnen zien, hè? Oh, hij denkt, nou, weet je wat, volgens mij denkt hij gewoon die kermis die saai zat. Dus dan gaan we gewoon even een... speur toch naar Kevin doen. Waar is die gozer nou? Nou, het is allemaal hartstikke fantastisch. Allemaal hartstikke leuk. Kijk, daar heb je mooi. Vandaag hier, het is niet spannend genoeg. We maken er ook even een zoektocht van. Wat? Ik was je godverdomme kwijt. Hij was even aan het vloggen buiten. Nou, de street dance. Net aan het draaien. Ja, wat vind jij er anders van? Nou, het is fantastisch, Ria. Ja, fantastisch. Het is een beetje klein, hè? Ja, het is leuk, hoor. Zijn ze zelf omdat ze gespreken of zo? Hij is niet groot, hè? Ik heb dat niet groot, hè. Hij zei toen net, die locatie is goed gehouden bij de Tweede Theater. Ja, veel groter. Ja, die hebben ze al dicht gebouwd met huizen, dus. Ja, klopt.
dan zie je de nou, het is niet echt veel. Nee, dit heb je zo gezien. Een half uurtje, je hebt het gezien. Ja, minder rijden. Minder, een kwartiertje. Nou, zei ik ook, dat is een gemeente Zandvoort. Je steekt en je duizend. Ja. Dat is met je ook. Dat is waardig ook, ja. En nog één ding interessant voor mij. Is dat de WDX? Hé? Dat is een Giros-kraak. Lekker! Ja, die is echt vies. Wat? Giros. Giros is lekker. Ja, wat ik voor Giros. Ja, maar niet die gekke dingen die jij had. Ja, weet dat. Je weet het niet. Hij weet het niet. Hij snapt het helemaal niet. Hij snapt er echt geen ene klote van. Oh. Nou wel geen zin meer, hè. Nou, dan ga je nog schrikken als we naar de Tilburgse kermis gaan. Die is echt veel groter. Nou, hier nog voor die kinderen een of andere springattractie ding. Voor kinderen. Hartstikke leuk. Oh, hier hebben we de ballenbak. Hier heb je altijd prijs. Ook nog. Ook altijd prijs. Gekke worden vandaag. Oh, hebben we even een schaamteloze zelfpromotie. Abonneer eventjes. Abonneer op It's Your Tracks. 300, ruim 300 abonnees. Kijk. 300 abonnees, ruim 312 al. Nee, 300. Het is alleen maar dalen. Ik weet het niet meer. Ik daalt alleen maar. Nee, ik ga juist omhoog. Ik ben de afgelopen periode ben ik juist ontzettend omhoog gegaan qua abonnees. Dus nee, het gaat helemaal goed met mijn kanaal. Niet met die vlogs met jou erin, want dan dat lopen we helemaal niet. Nee, joh. Heb ik gezien. Ja, joh. Toen daalt het alles. Ja, mooi toch? Ja, mooi, ja. Ja. Fantastisch. Ja, hij vindt het hartstikke mooi. Hier. Hier, heb je jouw hobby? Trekken aan een touwtje. Ja. Keer drie. Nou, en dat was hem, jongens. Hier hebben we nog theekopjes attractie. Fantastisch, hè. Oh, wat leuk. En we gaan zo even die dat hele hoge ding, daar wil ik zo ook nog eventjes een filmpje van maken. En dat was het eigenlijk zo'n beetje, hè? Echt een hele kleine kermis. Maar ja, aan de andere kant, als Kevin de benen neemt, je kent hem in ieder geval. Like en subscribe, 300 abonnees. Abonneer op It's Your Tracks. Ik weet ook niet. Hij wou er even op, hij wou even reclame maken. Ja, je kan even een rondje maken, maar voor de rest heb je verder niks hier, hoor. Ja, klopt. Je hebt hier verder niks meer, alles is weg. Dus, ja, gaat hij weer terug. Wat ga je nou allemaal doen? Waar gaat hij? Ja, dat doe ik net. Oh, hij snapt het weer niet. Voor mezelf. Hè? Voor mezelf. Voor jezelf. Oh, nou, oké, dag. Nou, hij wou even een rondje voor zijn eigen lopen. Nou, dan ga ik dat ook even doen. Nou, het is echt een hele kleine kermis. Maar het is wel even leuk. Voor een half uurtje of zo is het even wel grappig of zo. Ik ga deze nog even op de film zetten zo. Die zal denk ik zo gaan draaien. En dan ga ik die even op de film zetten, vind ik wel leuk. Nou, die andere, de Crazy Jumbo, die heb ik al in Heenvliet op de film gezet. Kijk, ik zou ook nog wel even doen. Maar de Euroflyer heet die trouwens. Ik wist er net de naam niet ervan, maar het is de Euroflyer. Best hoog. Best hoog. Ik ga best hoog. Duurzaam maar goed. Moet hij allemaal Jumbo. De kermisorganisatie is.
die politiezoek, dat is in Noord-Holland volgens mij, als ik het goed had. Nou, aardig. Nou, dit is in ieder geval wel groter als wat ze hier hebben. We gaan even wachten tot de Euroflyer doet zo'n... Oh, daar komt hij al. Nou jongens, de Euroflyer. Lekkere grote XXL patat voor €3,50. Daar heb je wel wat. Dan gaan we weer langzaam klaarmaken. Gaan we naar de Rio Carnival. Ik ben best wel benieuwd wat die attractie is. Dus we gaan zo eens even kijken wat we erin kennen. Lijkt me wel hartstikke leuk. Terwijl Kevinsky hier ook nog is. Kevinsky is hier nog. En nog even een kleine introductie. We hebben het al af en toe wel eens over een man die het altijd over seks hebt. Nou, kijk, dat is hem hoor. Daar heb je hem. Onze enige echte Bassie. Ja, mooi hè. Ook beter bekend als Porno Bassie. Nou, voor mij hè, voor mij hè. Dus, nou, die hebben jullie die ook gelijk gezien. En, ja, we staan hier nog even bij de Euroflyer, even nog kijken. Moest toch even tot opeten. Ja, patat is €3,50, wel duur, maar je krijgt echt een enorme grote zak patat ervoor. Hè. Dus nou, we gaan langzaam opmaken voor jou, hè. Naar de Rio Carnival maar weer. Hè. Gaan we maar even kijken, jongens, wat dat wordt. Zo mensen, en daar zijn we dan. Waar moeten we allemaal heen? Oh, lopen gewoon deze kant op. Zo, en zitten we dan in de Rio Carnival. Nou, er gebeurt nog niks. Ik word nog niet nat.
Ik word nog niet nat. Oh, je moet zo lopen. Zeg dat dan meteen. Oh, nou, het is goed dat ik hem overgeslagen heb. Kijk eens. Het is goed dat ik hem overgeslagen heb. Nou, lopen. De camera draait. We hoeven nog een half uur aan het dingetje. Ik wil geen zijn dat het groot. Jawel, joh, het is hartstikke leuk als je nat wordt. Dan ben ik tenminste weer wel op mijn vlog. Nou, we gaan in ieder geval weer naar de volgende. Oh, deze is ook zo geweldig. Hoppa. Oh, dan moet ik maar één hand doen en dan gaat hij. Oh, hoppa. Hoppa. Yep. Oh, ik wil naar huis. Ik heb er zo geen zin meer in. Oh, al die teringdingen staan ook allemaal in de weg. Hoppa. Hoppa. Oh, deze zit ook lekker los. Deze zit ook lekker los. Hoppa. Zitten die allemaal... Oh. Ga gewoon weg. Kevin, ga gewoon weg. Mijn voet is zijknat. Ik heb de zijknat op. Nou, ik wil hier gaan staan. Okay. Hoppa. Kijk eens even lekker. Hè. Ga gewoon weg met je klauw. Hoppa, we gaan gewoon die kant op. Hutsjee. Oh. Oh, dat is ook gezellig. Oh my god. Ja! Oh, dan gaan we hier helemaal naar boven. Oh jongens, ik heb geen zin meer. Ik wil naar huis. Ik heb er zo geen zin meer in. Oh, deze is leuk. Kijk, hier hebben we al van die van banden. Ja. Zo doe je dat. En moet je hier doen? Oh, allemaal touwtjes. Kan niet vast. Ja, deze ding, maar oei. Oh my god. Oh my fucking god. Ja, dat is het ook niet. Fuck. We hebben een probleem, Houston. Oh my god. Laat ik even drogen. Ja. Wat krijgen we nou allemaal weer? Ja, hier gebeurt verder helemaal niks meer. Nee joh. Oh, ik wil naar huis. Oh, kijk hier. Hippie. Hop. Hoppa. Oh. Hupsie. Oh my god. Oh nee. Wow. Zo, dit is echt een kut zeg. Hoppa. Oh, ik zit vast. Help, ik zit vast. Hoppa. Wow. Nooit meer. Oh my fucking god. Ja, toch een tering maar. Dag. Ik ga er gewoon lekker zo heen. Ik krijg de tering maar. Kutwater. Zo, nou dat was hem jongens. De Rio Grande. De carnaval Rio. Ja. We gaan even kijken en dan zijn we zo weer bij jullie terug. Zo, en we zijn weer onderweg. Terug naar de auto, want er is even wat minders gebeurd. Kevin, zijn camera die is in het water gevallen.
zoals jullie al hoorden of nog niet gehoord hebben, dan bij deze. Dus we gaan terug. Ja, ik heb mijn pret dus gelijk een beetje vergold. Het is toch een dure camera. Oh, gaan we die kant op? Nou, dan gaan we die kant op. Dus ja, we zijn nu weer terug. En ja, hopen dat de camera het nog doet. Het is weer precies dezelfde camera die ik heb. Is hij nog nat? Ja, een beetje. Nou ja, we gaan in ieder geval wel even kijken. In ieder geval zien we het wel. Moet even, ja, hij gaat hem openmaken en dan gaat hij binnenkant ook nog even kijken. Checken dat alles goed is. Ik hoop dat, ja, ik hoop dat, dat het, dat hij het nog doet. Hopen dat het goed afloopt. Dus het is toch minder. Nou, in ieder geval jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie gauw weer bij een nieuwe vlog. Dit was de vlog van de kermis in Spijkenisse. Iedereen de groetjes en bye bye. En skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Paf.